wanneer gaat Regensburg nu komen? Dat is toch de proef waar we naar kijken. Als we straks doorkomen, is het nog 3 ronden. Ja, wat zal het zijn voor die mannen om aan te gaan? Ja, ik denk, drie of twee ronden voor het einde. Ze gaan bijna gas geven. Dus de snelheid gaat omhoog. We zien dat de rondetijden de vorige ronde nog laag in de 30 waren. We gaan nu uiteindelijk naar de 29ers met Jordi Haring nog altijd aan de leiding. Inderdaad, een rondje 29. Met nog iets meer dan, iets minder dan 3 ronden te gaan. Nu moeten de mannen van Regensburg wel bijna gaan komen. Ja, we zien daar namens de boel van Regensburg natuurlijk Crispijn Arians. Dan zien we daar ook Gary Hekman en dan even Troelwerf en Bart Holwerf. En dat is inderdaad het teken. Met nog 2 ronden te gaan zien we daar helemaal aan de buitenkant Crispijn Arians komen. En die mannen die knallen er in 1 keer voorbij. We zien daar in het zog zitten Luc de Haar, de man die in Den Haag nog 3de werd. En dan zien we Crispijn Arians die vol gas gaat richting de laatste ronde. Nog een meter of 600 tot de finish. En de gebroeders Holwerf die zitten daar al in de perfecte positie hoor. De snelle Bart Holwerf zit daar en Evert Holwerf zit daar. En ze gaan vol aan. Dit wordt een enorm snelle ronde. Dan kijken we helemaal vooraan. We zien daar Evert Holwerf. We zien we helemaal vooraan. En we zien Bart Holwerf met daarachter Gary Hekman. En daarachter is het toch chaos hoor. Het lijkt dat de mannen van Regensburg voor Gary Hekman gaan. Is dat dan een man die mag winnen hier namens Regensburg? Eerst won Bart Holwerf 2 weken geleden. Vorige week was het Evert Holwerf. En is het dan nu hier in Haarlem Gary Hekman die de wedstrijd mag winnen. We gaan kijken wie als eerste die laatste bocht uitkomt. Dat is inderdaad Gary Hekman. Gary Hekman gaat aan de leiding en gaat hier ook de wedstrijd in Haarlem winnen. Tweede wordt zo te zien Sjoerd Hertog. En waarschijnlijk is het Robert Post die 3de wordt. Dan toch Gary Hekman hè? Ja, Gary, kaart van Gary getrokken inderdaad. Je had gelijk. Luc de Haar wordt 3de zie ik op de uitslag. En we zagen Bart al heel vroeg.